Toen ik klein was, toen fietsten wij hier heel regelmatig. Elke vakantie, ik had een abonnement, fietsten wij hierheen. Naar het zwembad Groenendaal in Heemstede. Daar was vroeger een buitenbad en als het aan de bewoners ligt, dan komt dat weer terug. Anna, die vroeger vaste klant was, heeft er een mooie herinnering aan. Nee, daar kochten we snoep voor de hele dag, voor een gulden toen. En dan lagen we hier op de ligwei met vriendinnetjes. Het abonnement was er eigenlijk elk jaar uit. En dat lees ik ook van een heleboel andere Heemstedenaren die dat zo ervaren hebben. Ja. Ja, ik zie meteen dat het begint te glunderen. Er komen een hoop herinneringen naar boven. Misschien toch iets goeds om voor de nieuwe generatie ook die mooie herinneringen te kunnen maken? Absoluut. En dat is precies eigenlijk wat ik wil. En ik gun het mijn eigen kinderen ook heel graag. Dus startte Anne een petitie om het bad weer terug te krijgen. Ik zag een tijdje geleden op Facebook dingen voorbij komen als... hadden we het zwembad nog maar. En daar werd door heel veel mensen op gereageerd. En dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang. En toen dacht ik, we kunnen dat wel allemaal zo blijven zeggen. Maar misschien moeten ze het gewoon doen. Een leuk initiatief, zegt wethouder Struijf. Alleen moet het financieel wel haalbaar zijn. Hij laat weten dat er een draagvlakonderzoek komt waarin de uitkomst van de petitie meegenomen wordt. Tot die tijd zal elders verkoeling gezocht moeten worden.